Op 28 juni aanstaande verschijnt Super Mario Maker 2. En dat betekent dat we keihard aan de slag gaan met het bouwen van levels, ditmaal zelfs in de stijl van Super Mario 3D World. Echter, de beste levels komen natuurlijk meestal van Nintendo zelf en dus gaan we wat inspiratie opdoen. Wat zijn de 5 beste 2D-levels in de rijke geschiedenis van de franchise? Ik ben op zoek gegaan naar de levels waar ik het meeste plezier in had en ik leg jullie direct uit waarom. Aan de slag! Hij moet simpelweg in deze top 5, omdat iedereen die games kent het eerste level van de allereerste Super Mario Bros. Kent. Dat rare Mario poppetje, de eerste tegenstander, die vuurbloem die je laat schieten, maar bovenal de muziek. Het is het meest iconische stukje gameplay uit de geschiedenis van videogames en er wordt nog steeds veel gespeeld in speedruns of op nostalgische avondjes thuis. Maar uiteindelijk telt er natuurlijk maar één ding, als je maar vuurwerk ziet aan het eind. De 2D Mario games kregen een makeover in 2006, startend op de Nintendo DS. Nieuw Super Mario Bros. Pakte de gameplay van het origineel, maar gooide dat in een nieuw jasje. En de beste nieuwe Mario voor ons is New Super Mario Bros. U, die inmiddels als deluxe editie is verschenen op de Nintendo Switch. Mijn favoriete level zit in wereld 1, de eekhoornwereld, en is level 4, waar je geïntroduceerd wordt met baby Yoshi, die een bizar vette power-up heeft. Hij kan zich opblazen als een ballon, wat het level een stuk leuker maakt. Je kunt baby Yoshi behouden, zolang je hem in leven houdt, maar helaas duurt dit meestal niet lang. Schreeuwend, scheldend en tierend ga je dan verder in dit zeer uitdagende level waar springen van levensbelang is. Voor veel mensen is Super Mario Bros. 2 de raarste, maar een van de leukste games uit de franchise. Ik neem jullie echter mee naar mijn jeugd, waar ik in aanraking kwam met de weirdste, bizarste, raarste, vreemdste Mario game ooit, waar ik de leukste herinneringen aan heb. Ik neem jullie mee naar het jaar 1992, want toen verscheen Super Mario Land 2 exclusief voor de Game Boy. En deze game pakte de basiselementen van Mario, maar gooide dat echt in een bizar rare stijl. De vuurbloem liet je een indianentooi dragen waarna je vuurballen kon gooien. De Game Boy had immers geen kleur en dit was Nintendo's manier om krachten aan te geven. Mijn favoriete level zat in de Macro Zone, waar alles heel groot was. Met je konijnenoren als zweefkracht ging je snel door de game heen. Super Mario Land 2 Six Golden Coins was een korte game die je binnen een uur kon uitspelen, maar de geweldige muziek, de rare werelden, het gokken na elk level en de toffe krachten maken het een van mijn favoriete Mario games aller tijden. Super Mario World introduceerde veel van de mechanieken die we nog steeds gewend zijn in de games. Veel nieuwe vijanden, de spin jump, maar het was ook de allereerste game waar we geïntroduceerd werden met Yoshi! Het level waar Yoshi voor het eerst schitterde was Yoshi's Island 2. Niet te verwarren met Super Mario World 2 Yoshi's Island, want we spreken hier over een level in Super Mario World 1. In dit level kun je voor het eerst een Yoshi bereiden en hij legt uit dat hij door Bowser is gevangen in een ei. Jawel, het is canon. Yoshi is gevangen in een ei en komt dus niet uit een ei. Tenminste, toen nog niet. Hoewel het level niet moeilijk is, was het magisch om voor het eerst Koopas op te eten en weg te schieten, appels te eten en raar aan de slag te gaan op de rug van Yoshi. Het was een memorabel moment van Super Mario World. Voor mij persoonlijk is Super Mario Bros. 3 de beste 2D Mario game ooit gemaakt. En dus is het niet gek dat de nummer 1 uit die game komt. We spreken specifiek over de derde wereld. In level 8 kreeg je te maken met een enorme soort cheap vis.
genaamd Bosbes. Niet Bosbes, maar Bosbes, als in een brasem. Dit level is voor mij het beste wat Mario te bieden is, want het is uitdagend en introduceert een super rare nieuwe vijand en de obstakels zijn slim bedacht zonder dat het frustrerend wordt. Ik ga nog graag vaak terug naar Super Mario Bros. En vooral de derde wereld om een heerlijke, nostalgische avond te beleven. Tot zover mijn top 5 beste 2D Mario levels om inspiratie op te doen voor de komst van Super Mario Maker 2. En natuurlijk is dit een persoonlijke lijst en ik hoor dan ook graag van jou welke Mario levels jij het tofst, vetst, moeilijkst, frustrerendst vindt. Bedankt voor het kijken en vergeet je vrienden van Gamersnet niet overal te volgen. En tot snel op gamersnet.nl.